In 2010 kwam ik de Kamer in met de gedachte, hoe kan ik zorgen dat elke jongere de beste editie van zichzelf wordt? En nu, in 2016, kan ik vertellen dat ik met heel veel jongeren over die vraag heb gepraat. En niet zomaar, dat heb ik gedaan met pizzasessies. Iedere woensdagavond 15 jongeren, 15 pizza's en dan inderdaad die grote vraag stellen, hoe word jij de beste editie van jezelf? Dat was onwijs leuk om te doen. En ik ga nu de Kamer uit en ik neem al die jongeren met me mee en al hun verhalen neem ik mee. En niet zomaar, dat doe ik omdat ik wil dat elke jongere zijn of haar eigen verhaal kan vertellen. En als ik daar een klein beetje aan kan bijdragen, wow, dan ben ik echt blij. Wat ik enorm bewonder aan Tanja is dat het haar gelukt is om de politiek een gezicht te geven en de mensen in het land een stem in de politiek. Mijn ambitie is dan ook om te proberen om dat te evenaren, want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Wat vinden mensen in het land, wat doet de politiek en hoe kan je daar een verbinding in maken? Daar ga ik voor. Wat ik allemaal echt heel graag wil meegeven is een advies van mijn grootmoeder. En dat gaat zo. Meneer Kaboli, wat zullen mensen toch zeggen? Daar moet je je helemaal niks van aantrekken. Ga voor jouw inspiratie, ga voor jouw passie en dan komt het vanzelf helemaal goed. You go girl!